Er is een heel zomerreces overheen gegaan, maar mijn geduld begint nu wel op te raken. Al in juni was iedereen het erover eens. De Jan Evertsestraat en de nabijgelegen straten is een geweldsgebied. En daar moet zo snel mogelijk iets aan gebeuren. Stadsdeelvoorzitter Bouwmeester beloofde met een plan van aanpak en advies te komen. Maar het is nu 3 maanden verder en je moet het niet met de benen op tafel doen. Want we hebben hier te maken met een veiligheidsrisicogebied. Aantal wapenincidenten is hier 7 keer hoger dan Amsterdam gemiddeld. Dus er moet wel een beetje spoed bij zitten, want anders dan duurt het gewoon veel te lang. Hoofdcommissaris Albersberg en burgemeester Van der Laan zeiden in juni al voor cameratoezicht te zijn. Anders dan met preventief fouilleren ben ik wel voor cameratoezicht. En ook veel ondernemers in de straat willen dat er nu snel actie wordt ondernomen. Uit angst voor negatieve reclame willen ze dat alleen met de camera uitvertellen. Maar dat het helpt staat volgens de VVD als een paal boven water. Je ziet in opsporingsonderzoeken, in 50% tot 70% van de opsporingsonderzoeken, dat cameratoezicht een bijdrage levert. En dat kan dus variëren van een betere informatiepositie van de politie tot ook echt, als de beelden goed uitgekeken worden, meer heterdaad betrappen. Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester laat in een reactie weten dat het onderzoek of er wel of geen cameratoezicht nog altijd loopt. Binnenkort komt hier duidelijkheid over.